De volgende spreker die ik mag aankondigen is Frans van Loef. En hij gaat het hebben over iets waar volgens mij elke bedrijfsvoerder over droomt. En dat is meer capaciteit. Altijd tijd tekort in je werkdag. Projecten en to-do-lijsten vechten om je aandacht. Wat als er een antwoord is op jouw gevecht met de tijd? Wat als er een oplossing was voor meer capaciteit? Zoals een boom die je snoeit, je haalt er van alles vanaf. Het vraagt moed en doet wat pijn, maar dan, oh, wacht maar af. Wat als er een antwoord was op jouw gevecht met de tijd? Wat als er een oplossing was voor meer capaciteit? Dames en heren, Frans van Loef. Dankjewel voor de hele mooie introductie. Ik heb eigenlijk meteen een vraag aan iedereen hier. Wie van jullie is in een normale werkweek eigenlijk wel vol? Zegt van nou, ik zit echt wel vol. Wie hier heeft af en toe echt wel eens dat hij op donderdagochtend denkt, joh, ik ben gewoon klaar voor deze week. Het is gewoon mooi. Kijk. Wie maakt wel eens mee dat in de omgeving waar jij werkt, dat jij zit normaal gesproken vol en er lijken toch iedere keer maar weer dingen bij te komen. Wie maakt dat wel mee? Ja. Nou, het geruststellende is, ik kom bijna nooit iemand tegen die het niet meemaakt. Waar ik met jullie nu over ga hebben, is hoe jullie heel snel, ongeacht waar je werkt, in wat voor omgeving, capaciteit kan vrijmaken. Want een van de dingen waar ik zelf achter ben gekomen, is dat in iedere organisatie ongelooflijk veel tijd echt verspild wordt. En ik ga dadelijk uitleggen waar dat zit, hoe je het vindt en vooral wat je ermee kan doen, ongeacht wat jouw rol in de organisatie is. Werd net in het liedje al even gezegd, ik denk dat iedereen wel iets kan voorstellen. Als je vooruit wil en je zit al vol, dat op de ene manier moet je daar ruimte voor maken. Dat is net als in de natuur. Hè, een boom of een plant gaan steeds mooier groeien als je wel van tijd tot tijd snoeit. Nou, in een organisatie geldt precies hetzelfde. En voor iedereen, voor alle geruststelling, ik heb het niet over snoeien in mensen, maar ik heb het wel snoeien in allerlei activiteiten en dingen die er gebeuren. Een vraag aan jullie, echt persoonlijk, hè, in je werk. Als je morgen iets nieuws start, maak je daar dan tijd voor vrij, maak je ruimte voor, of ga je het er gewoon bij doen? Wie zegt ik ga het er gewoon bij doen? En wie zegt van ik doe het alleen als ik iets anders op dat moment gewoon stop of in ieder geval voorlopig ergens anders zet? Ja, dat. Oké. Er zijn eigenlijk drie punten in een organisatie waar die capaciteit zit, hè, die eigenlijk zo vrij te maken is. Het eerste zit in stapelgedrag, daar ga ik zo even iets over vertellen. Het tweede zit in de interactie tussen mensen, kom ik ook zo terug. En het derde is, iedere organisatie heeft wel wat ik hier even noem roadblocks, dat zijn allerlei regels, procedures, allerlei dingen die eigenlijk verschrikkelijk in de weg zitten. Over het laatste ga ik niet hebben, want dat is vaak individueel wat lastiger om daar nu wat aan te doen. De eerste twee, daar kan je direct wat mee doen. Dat stapelgedrag, dat betekent dat je continu dingen toevoegt aan wat je aan het doen bent. En dat je iedere keer maar weer iets nieuws bedenkt, hoe mooi het ook is. Ik zal even uitleggen, waarom doen we dat als mensen? Nou, er zijn eigenlijk twee hele belangrijke redenen voor. De eerste reden is, hier zie je een auto, het is bijna vakantietijd. Nou, ik denk dat iedereen zich kan voorstellen, als je nou nog met 5 koffers naar deze auto loopt, dat de kans vrij groot is dat het gewoon niet meer bijpast. Je ziet dat direct. Wat is nou het probleem met mensen, in
termen van capaciteit. Je kan aan de mensen niet zien wanneer die vol zit. Dus iedereen, iedere collega, iedere leidinggever heeft altijd het idee wel, er kan best nog wel iets bij. Maar sterker nog, over het algemeen wordt er überhaupt niet over nagedacht. Je ziet niet ergens een soort stopbord op een gezicht ontstaan. Dus er is geen belemmering om maar door te blijven gaan met dingen die je aan elkaar of aan anderen vraagt. Een tweede hele belangrijke reden waarom we zo graag stapelen, dat zit gewoon puur in onze hersenwerking. En ik vermoed dat een aantal van jullie dit al wel eens tegen zijn gekomen. Dit gaat over het feit dat ongeveer 5% van alles wat we op een dag beslissen, bewust gepland gaat. En ongeveer 95% doen we eigenlijk op basis van routines en automatismen. Wie heeft hier al wel eens van gehoord? Ja. Dat is een zegen, want je moet er echt niet aan denken dat je 's ochtends wakker wordt en je al moet gaan nadenken of je nou je rechter of je linkerbeen eerst uit bed doet. Dus je gaat gelukkig de hele tijd beslissingen nemen over allerlei zaken waar je niet over hoeft na te denken. Maar de keerzijde, en daar zit dus de valkuil in, dat in iedere organisatie, groot en klein, want in beide kom ik heel veel, zie je dat dingen ooit bewust gepland gestart zijn. Op een gegeven moment is het een gewoonte geworden, of een automatisme, of een routine, of het is ergens in de procedure terechtkomen en niemand ooit meer staat erbij stil van, moet dit überhaupt nog? Dus er zit heel veel in organisaties waar je simpelweg nooit meer bij stilstaat. Ik zou heel even jullie willen vragen om even een half minuut te denken, kan jij iets bedenken, nu spontaan, in jouw eigen werkomgeving, waarvan je zegt, eigenlijk kun je daar gewoon morgen mee stoppen. En vertel dat, wissel dat heel even met je buurman of buurvrouw uit. Oké, ik hoor een hoop. Kennelijk is er een hoop te stoppen. Ik wil even een paar dingen even horen. Roep maar. Je hoeft niet te zeggen wie je bent, maar wie zegt ik heb iets bedacht of mijn buurman heeft iets bedacht, kunnen we morgen mee stoppen. Planning. Iemand anders. Wat zei je? Tijd registreren. Ingeplande overleggen. Dat als je bij elkaar komt, dat je dan eigenlijk denkt, ja, wat hebben we eigenlijk te bespreken? En dat je het dan toch wel volpraat, maar het eigenlijk geen nut heeft. Ja. Ja. Ik kom straks terug, hè, over de interactie, maar ik zal er meteen iets over zeggen. Wat je in heel veel organisaties tegenkomt, er zijn ooit overleggen in het leven geroepen. Er zijn vaste agenda's op de een of andere manier ooit bedacht. En dat loopt gewoon maar door. En intussen, waar echt over moet worden gesproken, wordt helemaal niet gesproken. En omdat die agenda natuurlijk al lang niet meer interessant is, haakt iedereen af of gaat ondertussen andere dingen doen. Maar het is een hele herkenbare. Er zijn drie directe gevolgen. Dan gaan we echt even op het eerste punt komen waar dus heel veel capaciteit gewoon echt verspild wordt. En dus tegelijkertijd ook heel veel te halen is. Door dat stapelgedrag gebeuren er eigenlijk een heleboel dingen, maar ik pak hier even de allerbelangrijkste uit. Het eerste is dat het switchgedrag neemt gigantisch toe. En switchgedrag is het gedrag dat je continu wisselt tussen wat je aan het doen bent. Hoe meer dingen je doet, hoe meer dingen tegelijk, je gaat steeds meer switchen. Is dat herkenbaar? Wie herkent dat switchgedrag? Ik ben wel alleen benieuwd. Heb je nou het idee van, ja goed, dat hoort er gewoon bij? Of heb je het idee van, ik heb eigenlijk wel het idee dat ik daar al heel erg veel tijd aan het verliezen ben. Wie heeft dat laat? Wie heeft het idee dat jij al veel tijd aan verliest? Het is toch zitten. Nou, sommige dingen heb je misschien een aantal jullie al gehoord, maar ik zal even een paar dingen hierover vertellen. Iedere keer dat je iets afbreekt, zonder het af te maken, je pakt op een later moment weer op. Dat is allemaal, eigenlijk komt eigenlijk allemaal uit hersenonderzoek, ben je minimaal 2 en vaak zelfs 3 keer zoveel tijd uiteindelijk kwijt om hetzelfde af te maken,
als dat je het in één keer doet. Nou, even een heel simpel ding, en ik wil daar verder de rest van het verhaal niet meer over hebben, maar iets wat natuurlijk bijna iedereen inmiddels kent, hè, e-mails. Hè. Nou, wat je bijna overal ziet, e-mails, dan zit hij tussendoor te doen, overal te kijken. En je komt dat probleem eigenlijk niet tegen, omdat mensen vandaag de dag rustig om 11 uur 's avonds op de wc ook nog in die mailbox hangen. Maar de realiteit is dat in een doorsnee organisatie zo mensen 1 tot 1,5 uur per dag meer kwijt zijn, alleen maar met mailboxen, omdat ze voortdurend gewoon mails weer afbreken. Om allerlei redenen. Het tweede is focus verdwijnt. Hè. Als je continu maar dingen erbij doet, hè, je raakt gewoon je focus kwijt. Hè. Ik weet niet hoe het hier is, maar de meeste organisaties waar ik kom, daar hoor je altijd iedereen van, ja, prioriteit is onduidelijk, of prioriteit is iedere dag anders, of er gebeurt veel te tegelijk, maar het heeft allemaal te maken dat er eigenlijk gewoon geen focus is. En dat komt omdat er continu maar dingen worden toegevoegd en te veel tegelijk is. En het laatste, dat is niet alles behalve onbelangrijk, dat op het moment dat er gewoon te veel gebeurt en er wordt continu wat toegevoegd, wordt het voor iedereen steeds minder duidelijk. Ja, wat draag ik hier eigenlijk bij? Wat is nou werkelijk aan zinvols hier in de organisatie doe? Nou, ultiem wat je krijgt is, als stapeldag maar doorgaat, gebeuren 2 dingen. Rechts zie je, stapeldag leidt altijd tot nieuwe activiteiten. Dat betekent dat productiviteit is wat je eigenlijk voor elkaar krijgt op een dag of een week. Situatie, ondanks dat de organisatie misschien volledig de oorzaak kan zijn. Maar wat je ziet gebeuren, dat gebeurt natuurlijk in een bepaalde periode en iedereen wordt individueel natuurlijk bekeken, er wordt meteen individueel wordt er wat gedaan, dus het wordt nooit herkend als dat is eigenlijk iets waar een organisatie een hele grote rol speelt. Als je dan kijkt naar die dingen waarvan ik net zei van dat stapelen, wat dat allemaal betekent in termen van niet alleen heel veel capaciteit die dus eigenlijk verspilt zonder dat je er iets voor elkaar krijgt, of zelfs tot uitval, zou je denken, ja, waarom grijp je eigenlijk niet in? Nou, er is 1 belangrijke oorzaak die ik gewoon continu tegenkom en dat is letterlijk, we hebben het er te druk voor. We hebben het er gewoon te druk voor. Het wordt herkend. En ik weet dat er uitval is en we hebben te weinig mensen, maar dan moet je toch niet denken dat ik hier ook nog tijd voor heb. Dus dat is echt 1 heel belangrijk iets. Ik wil even iets over die focus zeggen wat ik net zei over dat punt van stapelen. 1 ding die wil ik je als vraag meegeven. In heel veel organisaties is het eigenlijk heel onduidelijk. Hoe bepalen we nou hier of we iets wel of niet gaan doen? Of hoe nemen we een besluit? En dit zorgt ook voor ongelooflijk veel capaciteits. Dit lijkt misschien allemaal ongrijpbare dingen, maar wat gebeurt er in de praktijk? Omdat het onduidelijk is, gaat de een er wel wat aan doen, de ander die doet het niet. Of het is onduidelijk, weet je, wanneer we iets af moeten hebben. Dus de een die denkt, nou weet je, ik merk het wel, en de ander voelt, ik moet wel wat doen. En voordat je het weet, gebeurt er niets, omdat absoluut voor niemand helder is, gaan we het wel doen, gaan we het niet doen. Is dit nou iets wat op dit moment bij de 3 belangrijkste dingen zit of niet? En ongemerkt zit iedereen is aan het werk met van alles en nog wat, terwijl eigenlijk er heel weinig gebeurt. En niet omdat mensen niet iets doen, maar iedereen is met wat anders bezig. Het heet de paradox of choice, wie heeft daar wel eens van gehoord? Want anders sla ik meteen over. Wie weet wat dat is? Oké, dan zal ik toch heel even kort uit. De paradox of choice, we hebben vandaag gedacht, zoveel keuzes, er zijn zoveel mogelijkheden, hè, ook als mensen, gewoon privé, maar ook als je in het werk, gewoon als er te veel dingen zijn waar je mee bezig bent, loop je op een gegeven moment tegen het punt aan dat omdat er zoveel mogelijkheden zijn waar je mee bezig kan zijn, dat je een heel groot risico loopt dat er gewoon helemaal niks gebeurt. En niks gebeuren, dat heb je vaak niet in de gaten. Maar het kan zijn dat je 1,5 uur op je werkplek zit en dat je in je hoofd alleen maar bezig bent geweest. Ga ik dit doen? Ga ik dat doen? Ga ik die bellen? Ga ik naar die mail? Nee, wacht, dit. En je hebt alleen geen enkel benul van de tijd die ermee genoeid is. Maar de consequentie van te veel keuze kan zijn dat je eigenlijk een beetje, je verstijft bijna en er gebeurt gewoon helemaal niks.
En wat ook kan zijn, is als er gewoon te veel mogelijkheden zijn en je gaat iets doen, dat je heel snel denkt, het is toch niet het goede waar ik voor heb gekozen. Dat kan ook heel onbevredigend zijn. Het laatste, hè, over die focus. Hè. Als je geen focus hebt, hoe kunnen dan mensen om je heen waar jij veel mee werkt, wel een focus hebben? Dat kan gewoon niet. Het geldt ook heel veel voor leidinggevenden. Hè. Mocht hier een aantal zitten die leidinggevend zijn. Als jij zelf geen focus hebt, of als je zelf continu verspringt, dan weet je één ding zeker, dan gaat iedereen om je heen gaat precies hetzelfde gedrag hebben. En dat betekent dat je heel veel schaarse capaciteit, en capaciteit heb ik het over de tijd en talent, hè, van de mensen in de organisatie, die je gewoon daardoor echt niet kan gebruiken. Interactie, in de meeste organisaties zijn mensen in doorsnede minimaal 75-80% van hun tijd in interactie met anderen. Met collega's, met klanten, met leveranciers, met allerlei mensen. Het gekke is alleen dat er wordt heel veel gedaan aan bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit of time management dingen. Maar veel van alle goede dingen die daarin zitten, die zijn uiteindelijk, als je het hebt over het echte effect op jouw werkomgeving, wat er gebeurt, die zijn eigenlijk bedroevend laag. En dat is om één hele belangrijke reden. Je kan de slimste dingen leren. Je kan de mooiste dingen doen. Maar als jij morgen daarmee naar je werk gaat en je gaat in je eentje doen, maar je bent de hele dag met andere mensen in de interactie. En dan ik weet niet of hier mensen dat herkennen, dan leer je het wel heel snel af. Of je heel snel denkt, laat maar. En het wonderbaarlijke is toch dat continu worden duizend mensen in Nederland worden alleen maar naar een soort persoonlijke effectiviteitstraining gestuurd met de gedachte, dan gaat het eigenlijk allemaal een stuk beter op ons werk. Maar dat is niet zo. Want we zitten gewoon simpelweg te veel tijd met anderen. Even een vraag. En ik wil u ook daar weer even aan jullie vragen om. Ik geef op alle dingen even toelicht om even met je buurman of buurvrouw te denken. Wat zou bij mij in mijn werkomgeving nou de nummer 1 zijn? Waar ik denk dat op dit moment gewoon capaciteit echt in verstoken. Het eerste is gewoon wat ik eigenlijk noem collectief time management. Ik zal daar even 2-3 dingen over zeggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, nou, bij ons, weet je, we hebben veel meetings. En bij ons in meetings is heel simpel, weet je, iedereen komt te laat, er is een duidelijke agenda. We zitten allemaal andere dingen te doen tussen de meeting en er moeten al lui weg terwijl we het helemaal niet hebben afgerond. Nou, dat soort dingen zie je bijvoorbeeld gebeuren. Ruimte kan belangrijk zijn. Heel veel vandaag hebben we kantoor of open omgevingen, waar ik zelf op zich heel enthousiast van ben, maar er zit één heel groot probleem in. Je wordt zo gigantisch afgeleid dat als jij niet iemand bent die zich heel erg kan concentreren, dan betekent dat dat jij dus de hele tijd wordt afgeleid. Dat kan een hele belangrijke reden zijn, dat je veel minder uit je handen krijgt. Dat heeft niks te maken of jij goed of slecht bent, maar de ene mens die kan zich echt afzonderen van alles wat er om me heen gebeurt, en de andere mens die pakt iedere prikkel op. Een derde over collectief time management is de wet van Parkinson. Heeft iemand wel eens de wet van Parkinson gehoord? Oké. Wet van Parkinson, dat is een wet die is ook 60 jaar oud, maar actueel als maar kan. Dat wil het volgende eigenlijk in een simpele woorden zeggen. Mensen gebruiken de tijd die ergens voor beschikbaar is. Dus heel simpelweg, als je mensen bij elkaar roept en zegt, we hebben wat te bespreken, en je maakt daar een uur voor vrij, gaat het gewoon een uur duren. Maar als je er 3 kwartier voor vrij maakt, gaat het dus 3 kwartier duren. En dit is iets wat heel vaak niet herkend wordt. Want als jij bijvoorbeeld met Outlook systeem werkt, Outlook zet standaard een uur neer. Zeg, ik wil wat regelen, dan wordt het een uur. Dus dit zijn allemaal dingen met collectief. Ik kom in allerlei organisaties, hebben bijvoorbeeld even als voorbeeld, die hebben gewoon door de hele organisatie heen afgesproken. Er is geen enkele bespreking meer van een uur. Besprekingen zijn 20 minuten of zijn 3 kwartier. En dat betekent dat er altijd ruimte is tussen dat mensen het één hebben gedaan en iets nieuws gaan doen. Waardoor ze tijd hebben om iets af te ronden en tijd hebben om echt klaar voor het volgende te zijn. E-mails, communicatie, daar hoef ik denk ik niks over te zeggen. Dat is in heel veel organisaties toch een vrij dramatische vorm. De derde is ook eentje die ik toch heel even onder jullie aandacht wil brengen. Dat is opinieoverflow. En opinieoverflow, dat wil eigenlijk het volgende zeggen. Want vandaag de dag, en daar helpt over de technologie ook echt gigantisch mee. Maar vandaag de dag zitten we wel in een fase waarin iedereen over alles wat vindt.
En op zich kan je zeggen, ja, daar is niks mis mee. Hè, dat is vrij democratisch en dat klinkt. Maar de keerzijde is dat er dus ongelooflijk veel dingen gewoon nodeloos vertragen. Omdat er gewoon veel te veel mensen zich mee bemoeien. Of veel te veel mensen er iets van vinden wat echt niets bijdraagt. En dit is ook iets wat een soort sluipend in organisaties zit. Of je denkt dat iets klaar is en er was iemand niet bij en de volgende keer is die andere persoon erbij. En die begint doodleuk, begint hij er ook wat van te vinden. Nou, opinieoverflow, en dat zal bij de een veel meer voorkomen dan de ander, is ook iets waar heel veel tijd in kan staan. Nou, het laatste heb ik al gezegd, switchgedacht. Dus mijn vraag nu aan jullie om heel even na te denken in jouw organisatie. Als je één ding zou willen zou van deze vier zou zeggen, dat is echt wat bij ons wel ongelooflijk aan de hand. Dus welke is dat dan? En deel dat heel even met je buurman of buurvrouw. Oké, ik wil heel even hebben, we hebben ook een microfoon. Ik zou heel graag even van een paar willen horen wat bij jou een organisatie echt nummer 1 is als je het hebt over waar echt heel veel capaciteit te winnen is. Want daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Wie zou iets willen delen? Bij mij duidelijk een nummer 1. Dus vele overleggen, de manier van overleg. Dus ik heb me ook voorgenomen om dat zelf anders te gaan doen. Laatst een hele interessante workshop gehad. Effectief vergaderen zonder gedoe. En één tip die mij is bijgebleven, die vertelde ik hier net ook aan mijn buurvrouw, is dat je ieder agendapunt als een vraag agendeert, waarmee je de focus aangeeft van wat precies de bedoeling is. Gewoon als een vraag. En daar moet je ook over nadenken, dat het een goede en slimme vraag is. Ja, het is flauw om te zeggen, maar bijna hetzelfde. Maar wij hebben last van opinieoverflow. We zitten met veel mensen met heel veel goede ideeën. Maar om tot een besluit te komen, dat is echt wel onze uitdaging. We hebben het er net over gehad dat we ook echt wat meer willen gaan echt voorbereiden. Als vraag zijn en als besluitvorming daarin. En dan ook echt daarbij stilstaan en niet volgend overleg weer op terugkomen. Ja. Dus dat. Klopt dat? Klopt. Het klopt. Oké. Nog iemand die... Elke vergadering moet je natuurlijk eens voorbespreken, nabespreken. Oké. Okay. Ja, nog één. Die heeft toch iemand? Is nog iemand anders over opinieflow? Ben ik ook wat meer. Is nog iemand anders? Ja, dat is bij ons ook wel echt een heel groot ding. Of niet? Oké. Ik zal even een paar dingen over wat net hier gezegd. Ik zal een paar dingen daarover over zeggen, want. Ik wil vooral ook dat jullie het aantal dingen horen waarvan je zelf kan zeggen, hey, die ene, die ga ik doen. Ik ga even over vergadering, meetings, hoe je het ook noemt. Ik ga het even niet hebben over hoe goed ze worden voorbereid. Want ik denk iedereen heeft dat soort dingen al 10 keer gehoord. Maar ik wil even een heel ander element ervan noemen.
Wie van jullie met enige regelmaat heeft staand overleg? Kijk, dat is supergoed. Kan iemand zeggen, wat is het goede van staand overleg? Ik zag het hier, wil je er iets over zeggen? Ja, dan ben je dus met 20 minuten klaar. Dat gaat echt... Dan ben je met 20 minuten klaar, ja. Herkent iedereen dat? Het razendsnel gaat. En weet je ook waarom dat is? Je bent wat actiever, dus je bent wat doelgerichter naar mijn ideeën. En daardoor pak je sneller knoop door. Ja, en er wordt gezegd, je bent actiever... Je bent doelgericht. En het klopt helemaal. Want wat gebeurt namelijk als je staand overleg hebt? Er gebeuren een paar dingen. Want ook in dit soort sessies, voor mij is het makkelijkste. Omdat ik aan het staan en het lopen ben. Ik ben fysiologisch veel actiever dan jullie. Dat ik mijn bloeddoorstroming is veel eigenlijk actiever. En dat betekent dat mijn hersenen gewoon veel, veel helderder zijn. Zeg ik niets over jullie hersenen, voordat iemand dat denkt. Maar het feit is dat ik veel scherper ben als ik sta en beweeg dan als ik zit. En... Een tweede is, een van de gevolgen daarvan blijkt dus keer op keer dat mensen dus veel korter van stof zijn. Ze zijn to the point, waar het echt over gaat. En zelfs als je collega's hebt waar je altijd denkt, oh man, daar gaat hij of zij weer. En zelfs dit type collega's is heel snel daar vanaf ben ik staand overleg. Dus ik kan alleen maar enorm aanbevelen, ieder overleg. Wat je staand kan doen, moet je vooral staand doen. En hou ook in gedachten, wat ik net zei, over die wet van Parkinson. Weet je, ook mensen zeggen, ja, maar een uur staan, ja, dat houdt natuurlijk niemand vol. Nou, A, er wordt natuurlijk niet gezegd dat je een uur moet blijven staan. Maar B, als je het staan doet, kom je helemaal nooit bij dat uur uit. Op een uitzondering na. Dus dat is even ten aanzien van mijn opinieoverflow. Daar kwamen jullie even mee. En wat ik daarover zou willen meegeven, en dat geldt ook niet over opinieoverflow, maar het geldt over veel meer dingen, dat het heel effectief is om een keer met elkaar dat op tafel te leggen. En te zeggen, jongens, wanneer is het genoeg? Want het punt vaak van dit soort dingen is dat iedereen ziet het wel, iedereen herkent het. Maar het probleem is, omdat je er niks over hebt afgesproken, gaat het net zo lang door tot iedereen gewoon uitgeluld is, om maar even heel plat te zeggen. Dus bij dit soort dingen, als het echt speelt, gaat het er juist om, jongens, wanneer is het gewoon klaar? En iedereen uiteindelijk herkent dit soort dingen. Nog even één ding wat ik over e-mails communicatie wil zeggen. Want daar kunnen we de hele hal hier mee vullen qua boeken en trainingen en wat dan ook. Maar het enige wat ik hier ook bij wil zeggen is dat vaak worden hier hele slimme dingen bedacht. Maar het wordt niet een heel bedrijf doorgetrokken of een hele organisatie. Nou, dan is het dus eigenlijk niet effectief. Hè. Ik heb de afgelopen maanden ben ik in allerlei organisaties geweest waar... uiteindelijk 3 of 4 dingen besloten zijn. En één ding is bijvoorbeeld gewoon alle cc's eruit. Gewoon, de cc gaat gewoon in de ban. Nou, dan krijg je natuurlijk altijd een aantal mensen gaan uitleggen waarom dat niet kan. Maar het is gewoon ongelooflijk onzin dat het niet kan. Want of het is relevant voor jou en dan hoor jij niet in de cc, maar dan moet je het echt weten. Ja, of je zit gewoon eigenlijk bijna direct in een soort opinieoverflow. Want er gaat nog meer mensen gaan ze met dingen bemoeien die eigenlijk helemaal niet iets mee te maken hebben. En een enkeling moet het echt weten, maar voor die enkeling hoef je niet deze regel niet af te spreken. Maar dit zijn hele simpele dingen, maar het effect zit er alleen in. Wat kan je nou in een organisatie zeggen? Want eigenlijk zijn we allemaal dolblij als het gebeurt. Een ander ding even wat ik wil zeggen, dat heeft dus ook met capaciteit en met focus te maken. Wie van jullie start de dag, en dat gebeurt vaak zelfs in bed, met gewoon eigenlijk gewoon je mailbox openen? Wie zegt dat is wel voor mij een vrij steady start van de dag? Nou, wees niet ongerust, want het is niet alleen hier de meerderheid, maar dat is denk ik bijna overal. Maar realiseer je alleen dat als je dit doet, de kans buitengewoon groot is dat niet jij bepaalt wat die dag er uit je handen komt, maar dat jouw mailbox dat gaat bepalen. En ook dan durf ik jullie uit te dagen dat er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn, maar de meeste van jullie zullen die dag een flinke hoeveelheid tijd besteden aan dingen die je helemaal niet had moeten doen. En wat je wel had willen doen, dat gebeurt niet, omdat eigenlijk die mailbox zit jou te vertellen wat je wel en niet gaat doen. Ik zou die toch heel even meer. Want dit zijn, terwijl ik ongelooflijk fan ben van alle technologie, maar dit zijn de andere kanten van de technologie. Ik heb mezelf er ook op betrapt. Ik heb een soort junkie. Denk ik sta op en ik kijk niet eens mijn vrouw en mijn kinderen aan. Ik begin gewoon op dat ding te kijken.
Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, dit is wel vrij fout, weet je. Als dat nou de manier is waarop ik verder ga. Maar waar het om gaat, is dat je voordat je het weet, gaat een ander jouw tijd namelijk bepalen wat er in jouw tijd gebeurt. En dat is allemaal weer capaciteit. Wie wist dit, wat hier staat? Nou, dat is geruststellend, maar de volgende vraag is iets uitdagender. Wie zegt ook oprecht de meeste dagen, hou ik hier ook rekening mee? Oftewel, de meeste dagen ga de eerste 2 of 3 uur van de dag, ga ik ook echt de lastige dingen doen? Ga ik echt de moeilijke dingen doen? Ga ik echt dat doen waar ik gewoon mijn hoofd bij moet houden? Wie is... Nou, dat valt mij niet tegen. Dat is heel goed. Waar dit over gaat is, hè, van iedereen heeft een bioklok. En bioklokken zijn verschillend. Hè? Want je hebt avondmensen, siesta mensen, ochtendmensen. Maar één ding wat we over het algemeen wel delen, is dat we de meeste hier van onder ons over het algemeen 's ochtends in een wat fittere staat zijn en een wat meer energieniveau hebben. Maar het gekke is, heel veel organisaties die beginnen altijd de dag te plannen met in hoge mate routinematige dingen. En als je ineens 2 uur 's middags, dan gaan we ineens iets heel ingewikkelds doen. Of er zit iets niet lekkers in een bepaald team. Nou, dan gaan we eens even lekker om 2 uur, dan is iedereen dan lekker laag in de energie, gaan we eens even met elkaar ingewikkeld zitten doen. Ja, dat werkt dus niet. Maar dit is ook een heel eenvoudig iets, hè, want eigenlijk onbegrijpelijk is dat hier zo weinig mee wordt gedaan. Ik kom zo nog even een paar voorbeelden uit de recente praktijk. Ik ga u één ding meegeven waar ik durf te zeggen op basis van zeg maar de afgelopen paar jaar heb ik met een kleine 5000 mensen gewerkt in teams. En ik durf te weer dat 90% daarvan met wat ik nu met jullie ga delen aan de slag is gegaan. En buitengewoon enthousiast is over wat dat met jou eigenlijk capaciteit heeft kunnen doen. En dat is het volgende. Jullie zien hier 2 foto's. Er zit 1 belangrijk verschil. Wie ziet het belangrijkste verschil? Een kleine wijskaart. Ja, en wat zijn er weer? Kleiner, en wat, jij zegt volgens mij iets, of niet? Nou. Prijskaart. Ja, prijskaart mee. De linkerfoto, dat zul je allemaal tegenkomen als je in de supermarkt komt. Hè. Dat betekent gewoon simpelweg, ja, kennelijk dat product dat is uitverkocht of het is niet leverbaar. Maar het is duidelijk dat daar een product hoort te staan. De rechterkant kom je niet tegen. Want eigenlijk wat dat suggereert is, ja, daar verkopen we niks. We hebben wel een stukje over in de supermarkt. Kan gebeuren. Dat maak je niet mee. Ieder zeg maar stukje van een schap in de supermarkt is gewoon toegewezen aan een product. Wat betekent dat? Dat betekent dat als er een nieuw product het schap op moet, dan moet er eerst een product gewoon verwijderd worden. Ik kan er niet bij. Ik ga even niet over allemaal ingewikkelde dingen van kunnen de supermarkt uitbrengen, maar dat is gewoon de dagelijkse situatie. Nou, dat principe, ik noem dat het schapprincipe, dat kan je in je werk op letterlijk alles loslaten wat je maar kan bedenken. En ik geef wel 1 handige tip voor als je te maken hebt met iemand die jou vol zit te stoppen. Maar wat betekent dit? Dat betekent als iemand zegt, joh, weet je, ik wil heel graag dat je in dit project gaat meedoen. Dus zeg je, prima, ga ik wel even kijken bij welk project ik uitstap. Als iemand zegt, we willen ook heel graag dat jij aan dit overleg gaat deelnemen. Zeg je, prima, maar dan ga ik wel kijken in welke meeting wat dan ook ik niet ga deelnemen. Als iemand zegt, nou, ik wil nog een agendapunt toevoegen aan de al veel te lange agenda waar we nooit aan toe komen. Zeg je, prima, gaan we nu wel zeggen welk agendapunt wordt af. Nou, ik kan zo tot 10 uur vanavond doorgaan met eindeloze voorbeelden, maar waar het om gaat is, probeer dit eens mee te nemen en probeer dadelijk eens 1 ding te bedenken waar je zegt, dan ga ik morgen dit op loslaten. Het is heel simpel, 1 erbij is 1 eraf. En het klinkt kinderlijk eenvoudig, maar het is kinderlijk eenvoudig in de toepassing. En dan zal ik je 1 tip geven, mocht jij een baas hebben of een leidinggevende die voortdurend maar met dingen komt. Hè? Ik weet niet of sommigen van jullie daar wel eens mee te maken hebben, dat je bijvoorbeeld zegt tegen zo iemand van, ja, weet je, dit kan er echt niet bij, ik heb het gewoon te druk. Maar voordat je het weet zit je zo'n discussie dat die leidinggevende tegen jou zegt, ja, druk, moet je eens weten hoe druk ik het heb. Weet je, dat is natuurlijk een kansloze discussie. Want dan krijg je een soort wedstrijdje, wie is hier drukker? Dat wordt hem niet, maar, nou komt hij. En dit komt allemaal uit de beïnvloedingspsychologie. Dus het is niet een trucje, dit werkt echt zo. Als je diezelfde persoon zegt van, oké, jij wil dit nu, prima. Maar dan moet je even met me meekijken, want je hebt hier nog 3 dingen die je van mij net hebt gevraagd. Dan wil ik 1 ding, ga ik gewoon echt even neerleggen, ga ik niks meer mee doen. En wat gebeurt er dan met diezelfde persoon, die in het eerste geval zegt, nou, je zoekt het maar uit, maar je doet het maar. Ineens zit die persoon te kijken en die zegt, nou weet je, laat dat maar zitten daar.
En dan ben je net zo effectief hiermee bezig. En wat gebeurt er eigenlijk bij die andere persoon? Die andere persoon die van jou het vraagt, die is op dat moment totaal niet bezig wat die al allemaal van jou gevraagd heeft. Echt totaal niet op het radar. Maar wat ook gebeurt, ik weet het zelf ook, ik heb heel veel bedrijven zelf geleid, dat zo iemand iets aan jou gevraagd heeft dat al lang vergeten is. En jij denkt dat, dat er nog iets mee moet gebeuren. Dus de combinatie van één erbij, één eraf. En als je te maken hebt met iemand die dus een beetje last heeft van dat hij altijd zegt, joh, links of rechts, maar je moet het gewoon doen, ga hiermee aan de slag. En ik durf je te garanderen dat het een ongelooflijke uitzondering is als je hier niet effectief mee dit weet te doen. Ik kom het niet tegen. Ik ga nog een paar voorbeelden zeggen over de capaciteiten. Het grote verschil tussen individueel met iets bezig zijn en een groep. Ik ga even snel 2-3 voorbeelden geven. Van heel recent. Eén voorbeeld. Ik was heel recent, ik ben er bij een ziekenhuis een aantal dingen aan het doen. Er was een poli waar een probleem was. Hè. Iedere dag werd de poli gewoon helemaal overhoop gegooid. Er zijn allerlei patiënten gepland. 2 mensen waren de hele dag aan het plannen. En het was 1 grote stress daar. En ze kwamen er niet uit. En sterker nog, en dan werd iemand die werd naar een van de training gestuurd. Dan moest hij het maar oplossen. Nou, die kwam daar, was weer te druk om iets mee. Dat gebeurde niet. Maar het was ongelooflijk stress. Want de hele dag werd die poli-planning overhoop gegooid. Toen vroegen ze aan mij, ik weet helemaal niets van ziekenhuizen, wat daar gebeurt, dat is altijd heel prettig. Ze vroegen ze mij van, je zou je 1 keer kunnen meenemen, want wij komen er gewoon niet uit. En wat was het eerste wat ik daar ontdekte, was het echt een heel simpel iets. Iedere dag kwamen uit de OK allemaal spoedgevallen er dwars doorheen. Nou, kan je voorstellen als er OK dingen, hè, operatiekamer dingen gebeuren, dat moet er gewoon tussendoor. Maar wat alleen niemand ooit zich besefte, dat iedere dag gewoon 15-20% van de tijd was. Dus wat er gebeurde, werd iedere dag, week in week uit, werd de planning 100% volgezet, alsof er niets tussendoor komt. Iedereen weet dat er iedere dag dingen tussendoor komen. En wat gebeurde? Er was al 1 iemand overspannen, er werd een 2e iemand bijgezet, omdat ze non-stop patiënten moesten gaan bellen, omdat de planning weer veranderde. Nou, toen hebben we uiteraard gezegd, weet je wat, als je nou eens de planning, en ik heb wel gezegd, stel nou dat we in het gekste geval, dat je bijvoorbeeld iedere dag 20% vrij houdt, omdat je weet, gaan allemaal dingen tussendoor komen. En het zou een dag gebeuren dat die elkaar op de ene manier niks voorbij stuurt. Is er dan een probleem of niet? Nou, dat was ook helemaal niet aan de orde. Want er waren een aantal dingen die ook moesten gebeuren, waar ze ook al niet aan toe kwamen. Nou, zo'n heel simpel iets over, hè, daar werd dus ongelooflijk veel capaciteit verspild, omdat de planningen de hele tijd werden veranderd. Maar het kwam door 1 simpel ding. Er was niet nagedacht van, jongens, we zitten met z'n allen het zo te verstoren, maar we hebben dat aangenomen alsof dat gewoon normaal is. Nou, een ander ding wat ik even uit de voorbeelden, ik heb het net al gezegd over meetings, hè, inkorten. Ook daar werkt heel effectief dat je gewoon dingen beperkt. Hè. Als je bijvoorbeeld zegt van, jongens, als wij gewoon effectief en ook met energie ergens uit willen gaan, dan is gewoon 5 punten waar we het over hebben, is gewoon de max. En als dan 5-7 is, maar niet zoiets van, als je vraagt van, waar moet het allemaal over hebben, dan krijg je kansloze lijsten. Want dan komt er veel te veel op. En voor je het weet zijn de dingen die waar je echt wat mee wil. Of waar je zegt, ik hoop dat we daar nou eens een keer een beslissing hebben. Die gebeuren gewoon niet. Dus eigenlijk kan je zeggen, ik noem dat een beetje het schaarste principe. Probeer alles radicaal terug te brengen. En dan zal je zien dat er heel veel energie en heel veel capaciteit vrijkomt. Het laatste dat ik jullie meegeef. En dat is wel een eentje die ook heel veel capaciteit gaat opleveren. Iedereen in iedere organisatie kan zo dingen aanwijzen waar je mee kan stoppen. Iedereen ziet ze. Maar komt erom, als je naar op zoek gaat, moet 2 dingen moeten belangrijk zijn. Het ene is, mensen moeten zich veilig voelen. Want als ze denken, ja, als ik jou ga vertellen dat ik eigenlijk 2 uur gewoon van mijn werk kan inleveren. En dan heb je het rondje gemaakt, dan kunnen 3 mensen uit. Dan gaat natuurlijk niemand ermee werken. Dus de veiligheid moet er zijn. En het tweede is, stel nou, en ik kom alleen maar in oorzaak waar dat kan. Stel dat je 20% vrij zou maken met elkaar. Wat ga je ermee doen? En als dat aantrekkelijk is, dan zal je zien dat meteen overal in iedere hoek van een organisatie mensen gewoon zo dingen kunnen aanwijzen die jij misschien niet meer ziet of niet bewust bent. En een ander ziet dat. Die zegt, ik vraag me altijd al af, waarom gebeurt dit? Of waarom gebeurt het niet? Hey, ik wil me aan de tijd houden. We hebben nog 2 minuten.